Ja, Drago. Het is gewoon fantastisch. Ik snap daar geen bal van. Ik weet echt niet hoe hij het doet. Het is onnavolgbaar. Zoals hij die ruimte in de natuur uit kan drukken. Die bal op de voorgrond en die andere partijen verder weg op de achtergrond. Die takken hebben allemaal een eigen karakter bijna. En ook de tussenvorm is heel belangrijk bij hem. De restvormen. Hè? In een goed schilderij zie je goede restvormen. Dat zie je bij hem ook zo mooi. Je kunt hier gewoon doorheen kruipen van dichtbij. Maar van ver af, wat verder weg, kun je ook daar je route doen. Ja, dus je kunt er letterlijk doorheen wandelen. Dus van dichtbij kun je dat als een soort mier of als een DVS-beestje kun je hier lopen. Tussen die schors, maar ook in de verte kun je wandelen. Het is zo ongelooflijk ruimtelijk. En wat er op de grond gebeurt ook weer. Hè? Hoe dit hier weer heel anders behandeld is dan daar. Onnavolgbaar. Nou, een solo tentoonstelling van Drago is sowieso bijzonder, omdat het om een enorm tijdrovende techniek gaat. En hier zijn toch 40 werken te zien. Wat hij allemaal met monnikengeduld echt voor elkaar heeft gekregen. Maar monnikengeduld alleen is natuurlijk niet voldoende. Daarnaast heeft hij ook een grote artistieke kwaliteit. En zeker de gekleurde screperborden. Dat geeft een heel sprankelend geheel. Het twinkelt. Voor mensen die hier komen, die zullen er één zien. Die is slechts in gemengde techniek gemaakt. En dat is een heel mooi kleurig dingetje. Maar daarnaast hangt een soort gelijk iets, maar dan in het screperbord. En dan zie je dat vibreren en eigenlijk sprankelen als de zomerzon hier in Museum Meulman. Ik leerde Drago's werk kennen, ook in Museum Meulman. En ik was er meteen door gegrepen. Dat is al wel een tijdje geleden. Het was een wilg, een knotwilg. En die was helemaal gebogen naar de grond. Maar de takken gingen dan weer omhoog. En dat trof mij. Ja, dat trof mij. Je ziet die liefde voor het licht in heel veel werk heel duidelijk terug. In alle werk is het maar. Bijvoorbeeld als dan die man met het kopje koffie of thee in de hand, daar als straks er langs loopt en je ziet daar bijvoorbeeld even die takken van die knotwilgen. Dan hebben die aan de zonnekant allemaal een lichte kant gekregen. Hoe dun ze ook zijn, het staat er. De lange halmen van gras aan de kant hebben nog een lichte rand. Nou, als je dat gewoon schildert, is dat waanzinnig moeilijk. Omdat het zo fijn is. Maar doordat Drago uitkrast met hele fijne chirurgenmesjes, kan hij een heel fijn krasje maken in een kleurlaag. Dan komt de lichte laag er weer uit. En dan kan hij daar bijvoorbeeld met heel lichte, dunne verf weer overheen. Klopt het, Drago? Ja. En dan, hup, dan komt het licht er doorheen. En dat is het bijzondere wat je zal zien in meerdere werk. Daarom kan dan een weide tot in de verte licht ademen. Het ademt het werk. Het is gewoon fijn om ook langs al die details te gaan. Maar als ik hier sta, zie ik ook een krachtig beeld. Krachtige beelden. En die details, die zijn een extra. Dus daar word je nog eens extra op getrakteerd. Wat boeit me in de landschap is eigenlijk begonnen nog toen ik in Joegoslavië was. Heb ik schilderijen van Nederlandse kunstenaars gezien.
En toen dacht ik echt zoiets, hoe komt dat dat zij allemaal zulke soort wolken schilderen? En ik dacht dat ze echt hartstikke aan het overdreven waren. En groene bomen, en dat kon ik echt niet begrijpen. Maar toen ik hier in Nederland kwam, toen zag ik het. En toen dacht ik, ja, ze hadden wel gelijk. Maar wat mij hier boeit, zijn eigenlijk Nederlandse knotwilligen. Die vind ik heel interessant. Er zit ontzettend veel expressie erin. Er zit ook echt de spanning in die bomen vind ik enorm groot. Die zijn soms heel hol van binnen en dan zitten ook soms beesten binnen. En ja, en die worden geknot en dan komen weer nieuwe takken erop. En dat vind ik wel heel interessant, ja. Ja, hoe ben ik op die techniek gekomen? Is eigenlijk door een kunstenaar uit Nijkerk. Die heeft me een keertje verteld dat zijn vader ooit op scraperboard heeft gewerkt. En die had me een stukje scraperboard gebracht. Maar ik heb toen getekend met de roodringspen. En toen werd die kalk, die pen werd verstopt door die kalkaanslag. En ik dacht, het wordt niks. En die heb ik zo op mijn tafel laten liggen tot op één dag, tot ik een soort ingeving had gekregen. En toen dacht ik, ik ga hier schilderen met gewas en inkt en daarna wegkrassen gedeeltes die ik wil wit hebben. En zo heb ik zelf gewoon die techniek een beetje op mijn eigen manier ontwikkeld. En later is in de plaats van de verf is gewoon inkt gekomen in verschillende kleuren. En daarna ben ik met aquarel gaan schilderen daarop. En zo heb ik mijn eigen techniek ontwikkeld. En tweede, iemand in de wereld die zoiets doet, heb ik nooit gezien. Misschien bestaat wel, maar ik heb hem nog niet ontdekt.